In deze video wil ik het met je hebben over één superbelangrijk orgaan, namelijk je schildklier. Je schildklier is een heel klein orgaan wat hier in je keel zit en is het meest doorbloede orgaan in je lichaam. Maar ondanks dat die zo klein is, is die van levensbelang. Is het een superbelangrijk orgaan voor zowel je stofwisseling, je temperatuurregulering, regulering van groei, onder andere ook van haargroei. Het heeft een aantal heel vitale lichaamsfuncties die het bestuurt en daarom is het de gezondheid van je schildklier zo belangrijk. En zowel een te snel werkende schildklier als een te traag werkende schildklier kan voor diverse gezondheidsproblemen leiden. Maar het is vooral de traag werkende schildklier die we bij de mensen vooral veel zien. En die ervoor kan zorgen dat je onder andere moeite hebt met het verliezen van gewicht. Wanneer je moeite hebt om van die kilo's af te raken en misschien ook andere symptomen hebt, als bijvoorbeeld koude handen en voeten, een droge huid en misschien zelfs gevoelens van depressie en last van haaruitval, dat zijn enkele van de symptomen van een te traag werkende schildklier. En gelukkig kan je daar iets aan gaan doen en ik wil je in deze video enkele tips geven met betrekking tot je schildklier. Maar laten we eerst eens gaan kijken naar waardoor kan die schildklier trager gaan werken. Wat zijn enkele van de oorzaken daarvan? Nou, zoals met alle hormonen in je lichaam is je hele hormonale stelsel is een heel erg sensitief systeem. Het is heel erg gevoelig voor invloeden van buitenaf. Zoals bijvoorbeeld voor te veel suiker, te veel stress en andere voeding en levensstijl invloeden. En je schildklier is vooral heel erg gevoelig voor deficienties aan bepaalde voedingsstoffen. Je schildklier heeft één belangrijk mineraal nodig om goed te kunnen functioneren. En dat is jodium. Want jodium is het mineraal waar schildklierhormonen uit worden opgebouwd. Actieve schildklierhormonen, actieve T3, staat voor 3 jodiumelementen. En T4 staat voor 4 jodiumelementen. Het is de basis waaruit de schildklierhormonen worden opgebouwd. Dus heb je een tekort aan jodium, dan kan je schildklier daardoor automatisch veel minder goed functioneren. Nou, omdat dit medisch bekend is en algemeen bekend is, wordt jodium onder andere toegevoegd aan ons brood en aan tafelzout. En dat is een van de redenen waarom je over het algemeen misschien niet snel een trager werkende schildklier krijgt als je brood eet en als je veel tafelzout eet. Maar wanneer je gezonder gaat eten en je brood mogelijk gaat laten staan, je tafelzout gaat laten staan, of wanneer je op dieet bent geweest en die dingen niet hebt gegeten, waar haal je dan jodium vandaan? Want jodium zit buiten in die bronnen vooral in zeegroenten. En zeegroenten zijn niet heel veel aanwezig in onze cultuur, in ons voedingspatroon. Dus een gebrek aan jodium, bijvoorbeeld omdat je op dieet gaat of omdat je geen brood meer eet en tafelzout eet. En overigens, ik eet die twee dingen ook niet en ik zou ze afraden. Er zijn andere veel betere bronnen van jodium. Maar het tekort aan jodium is een van de eerste basisoorzaken van een langzaam werkende schildklier. Nou, daarnaast zijn er andere invloeden en een van die grote invloeden is het volgen van diëten. Want of je nou een dieet doet met weinig calorieën, waarin je gewoon simpelweg heel erg weinig eet en je schildklier zich aanpast, want je schildklier gaat daardoor minder schildklierhormonen produceren, want je eet weinig, dus je stofwisseling is lager, dus je stofwisseling moet lager zijn. Je schildklier reguleert dat en je schildklier gaat daarom minder schildklierhormonen aanmaken. Je schildklier past zich aan. Maar ook heb je misschien wel hele voedselgroepen geschrapt. Bijvoorbeeld volledig koolhydraten geschrapt. Of misschien heb je op een gegeven moment besloten om strikt vegetarisch of strikt veganistisch te zijn. Vlees, vis, eieren en heel veel andere bronnen van eiwitten te laten staan. Wanneer je een hele voedselgroep schrapt, zoals bijvoorbeeld koolhydraten, ook de goede, of eiwitten, heeft dat ook een effect op je schildklier. Want je schildklier heeft ze beide nodig. Dus ondanks dat je misschien vegetarisch of veganistisch wilt zijn, of ondanks dat je misschien de koolhydraten niet wilt eten omdat je wilt afvallen, je kunt die voedselgroepen niet volledig skippen. Je moet de goede varianten die wel passen bij jouw filosofie wel eten, zodat je zorgt voor een goede schildklierfunctie. Nou, dit zijn enkele van de belangrijke oorzaken, maar er zijn veel meer belangrijke oorzaken
voor een trager werkende schildklier. En eentje daarvan is een verslechterde omzetting van het langzame schildklierhormoon T4 naar het actieve schildklierhormoon T3. En dit is wat dat betekent. Is je schildklier produceert T4, 4 jodiumelementen. Dat is het hormoon wat je schildklier zelf aanmaakt. Maar vervolgens is alleen maar het actieve T3 het schildklierhormoon wat je lichaam actief kan gebruiken. Wat je lichaam gebruikt voor die schildklierfuncties. T4 moet worden omgezet naar T3 voordat je er iets mee kunt. Zo kan je het feitelijk zien. En dat wordt onder andere gedaan in de schildklier zelf, maar dat wordt onder andere ook gedaan in de lever. En wanneer je lever minder goed functioneert, kan er daardoor een minder goede omzetting van T4 naar T3 plaatsvinden. Kan je in theorie voldoende schildklierhormonen produceren, maar kan je als gevolg daarvan uiteindelijk nog steeds te weinig schildklierhormonen hebben voor een goede schildklierfunctie. Die functies die die hormonen hebben echt kunnen worden beoefend in je lichaam. Dus die verslechterde omzetting als gevolg van een verslechterde leverfunctie kan ook leiden tot het symptomen van trager werkende schildklier. Nou, daarnaast kan ook veel stress de omzetting van T4 naar T3 beïnvloeden. Als je altijd lichaam veel stress produceert, veel cortisolhormonen produceert, verslechtert dat ook de omzetting van de hormonen en kan je ook weer die symptomen van die trager werkende schildklier krijgen. Nou, daarnaast is de schildklier van zichzelf ook een heel erg sensitief orgaan. En dat betekent dat tekorten aan jodium, als het niet voldoende in je voedingspatroon zit, en dat is bij veel mensen het geval, dan kan je lichaam andere stoffen gaan absorberen in de schildklier. En een van de stoffen die je schildklier kan absorberen zijn zware metalen. Je schildklier kan zware metalen uit je voeding, bijvoorbeeld uit verpakkingen van voeding of uit amalgaamvullingen, namelijk het kwik uit amalgaamvullingen, kan ook de schildklier aantasten. Het wordt geabsorbeerd in je schildklier en als gevolg daarvan kan over langere termijn je schildklier trager gaan werken. Dus zware metalen zijn van heel grote invloed op je schildklier en daarom wil je ze niet alleen maar vermijden uit je voedingspatroon, je wilt je lichaam ook ondersteunen in het afbreken, in het detoxen van die zware metalen ten alle tijden, altijd in je leven, want je wilt dat je lichaam er schoon van is. Nou, daarnaast is er nog een laatste invloed uit je voeding die ook van grote invloed is op je schildklier. En dat is een stof genaamd fitinezuur. En peulvruchten, zoals onder andere soja, zijn heel erg rijk aan deze stof fitinezuur. Fitinezuur is een stof die andere stoffen naar zich toetrekt. En er is één mineraal dat heel erg gevoelig daarvoor is. En dat is jodium. Eet je veel soja, eet je veel soja die niet gefermenteerd is geweest. Dus bijvoorbeeld de sojamelk, sojayoghurt en ook sojaburgers en tofu zijn vormen van soja die niet eerst gefermenteerd zijn geweest. Sojamelk is gepasteuriseerd geweest en sojayoghurt is ook gepasteuriseerd. Al die vormen van soja bevatten fitinezuur. En fitinezuur trekt dat mineraal jodium naast zich toe en scheidt het uit het lichaam. En daardoor kan je schildklier op lange termijn deficiënt worden aan onder andere jodium. Een hele hoop oorzaken voor zo'n trager werkende schildklier. En dat brengt me ook weer terug naar het begin. Je hormonale stelsel is heel erg sensitief. Het is snel onder invloed van slechte voeding, van zware metalen, van stress, van deficienties in je voedingspatroon. En je moet onthouden dat niet van de een op de andere dag je schildklier trager gaat werken. En al deze symptomen, al deze oorzaken die ik heb genoemd, staan natuurlijk helemaal los bijvoorbeeld van de ziekte van Hashimoto, wat een auto-immuunziekte is, waarbij je immuuncellen je schildklier zelf beginnen aan te vallen, omdat je immuuncellen denken dat je schildklier schadelijk is. En ook dat heeft weer een andere oorzaak en dat vraagt ook weer een andere oplossing. Maar in deze video heb ik je veel voeding en levensstijloorzaken laten zien die van invloed zijn op je schildklier en waar je direct aan wat aan kan gaan doen.
Nou, het moeilijke met de schildklier is wanneer je naar de huisarts zou gaan en je vraagt, oké, ik wil graag mijn schildklier gaan laten testen. Dan geeft hij in 9 van de 10 gevallen geeft hij een TSH-test. En TSH staat voor Thyroid Stimulating Hormone. Het is als het ware een hormoon die wordt geproduceerd in je hypofyse en die een boodschapper is voor je schildklier. Het vertelt je schildklier om schildklierhormonen te gaan produceren. Nou, het probleem met die test is je TSH-levels kunnen normaal zijn. Daar kan niks mee aan de hand zijn. Niet te veel, niet te weinig. En vervolgens zegt de huisarts tegen je TSH-levels zijn normaal, schildklier is normaal. Maar toch heb jij wel last van al die symptomen van een trager werkende schildklier. Bijvoorbeeld dat je geen gewicht kunt verliezen. Daarom is het zo belangrijk om actieve T3 te testen. Want er kan voldoende TSH zijn, je schildklier kan voldoende schildklierhormonen produceren, maar het probleem zou kunnen liggen in de omzetting. De schildklierhormonen worden niet omgezet naar de actieve schildklierhormonen die jij nodig hebt. Dus je ziet hiermee dat het een vrij complex verhaal is. Maar wat je kunt onthouden is, het is een sensitief orgaan, snel van invloed door vitinezuur uit soja. Dus stop met het eten van soja. Het is snel van invloed door zware metalen, onder andere amalgaamvullingen, zware metalen uit verpakkingen van voeding. Het is van invloed door stress, het is van invloed door deficienties aan jodium. En gelukkig kan je aan al die oorzaken iets gaan doen. Nou, wanneer je op dit moment twijfelt, misschien of je schildklier wel voldoende goed werkt, misschien wanneer je enkele van deze symptomen hebt of over het algemeen niet goed gewicht kunt verliezen en niet tevreden bent met je gezondheid, dan raad ik je aan om je hormoonhuishouding te gaan analyseren. En wij kunnen dat voor je doen aan de hand van een anamnese, een vragenlijst waarbij we je de symptomen van alle hormonale disbalansen die je kunt bedenken feitelijk aan je weergeven, aan je gaan vragen, heb je deze symptomen? En wanneer je meerdere van de symptomen hebt die bij één specifiek hormonaal disbalans horen, bijvoorbeeld je hebt 5 of 6 van de symptomen die aansluiten bij een trager werkende schildklier, dan weet je, de kans is groot tot je hebt de zekerheid dat dit hormoon in je lijf uit balans is. En voor alle disbalansen in je hormoonhuishouding bestaan er oplossingen met betrekking tot je voedingspatroon. Je kunt je lijf op een andere manier gaan voeden en je kunt nieuwe keuzes gaan maken in je levensstijl die ervoor zorgen dat je een andere koers begint te varen. Want het is een koers geweest van te weinig jodium en te veel zware metalen en te veel stress en misschien te vaak diëten gedaan is een grote oorzaak. Als je dat hebt gedaan, dan breng je dat verder richting hormonale disbalans, in dit geval misschien tot een trager werkende schildklier. Maar wanneer je ervoor kiest, ik ga die koers varen, van ik ga die deficienties aanvullen, ik ga die toxiciteit uitscheiden uit mijn lichaam, ik ga mijn levensstijl verbeteringen maken, tips, adviezen die we je geven op basis van hormonale disbalansen, dan kan je weer de goede kant op gaan. Want gelukkig is tegelijkertijd de schildklier een van de klieren die naar mijn ervaring het gemakkelijkst weer in balans te krijgen zijn. Sommige hormonen zijn veel moeilijker weer in balans te krijgen dan je schildklier. En gelukkig kan je je schildklierproductie, wanneer het bijvoorbeeld ligt aan verslechterde omzetting of te weinig jodium, heel gemakkelijk weer in balans krijgen door middel van je voedingspatroon. Nou, ik heb je één ding nog niet verteld en dat is nog één laatste deficiëntie die ook die omzetting beïnvloedt en dat is selenium. Selenium is een belangrijk mineraal wat nodig is voor de omzetting van T4 naar T3. Dus ook een deficiëntie daaraan kan leiden tot een trager werkende schildklier. Nou, ik heb je hiermee een korte introductie gegeven van de schildklierfunctie en van de symptomen. En je actie nu op dit moment is wanneer je één van deze symptomen hebt, of misschien zelfs meerdere van deze symptomen, is laat je hormoonhuishouding analyseren. Laat analyseren wat de problemen zijn in jouw lijf. Want het hoeft niet alleen maar aan de schildklier te liggen. Het kan liggen aan die slechte omzetting. Het kan liggen aan te veel stress. Je lichaam is een complex geheel. En je moet gaan kijken naar wat is de prioriteit. Wat moet eerst in mijn gezondheid, zodat ik de stappen kan gaan zetten naar het bereiken van de lichaam en gezondheid die ik echt graag wil. Want waarschijnlijk als je deze video kijkt, dan heb je een doelstelling. Dan is er iets waar je naartoe wilt. Je wilt misschien afvallen, je wilt misschien meer energie hebben, veel fitter zijn, je komen ziektes voor in je familie en jij wilt de goede kant op gaan of je wilt een goed voorbeeld zijn voor je familie. Wat je ook wilt bereiken, er is een verlangen wat je hebt.
En mijn belangrijkste doelstelling voor jou is dat je actie onderneemt op basis van die verlangens. Dat je de stappen zet richting die levensstijl. Want er is zo'n veel beter, hoger gezondheidsniveau voor je om te ervaren. En je kunt je doelstellingen absoluut bereiken. Dus ik hoop dat ik je met deze video enigszins weer heb geïnspireerd. Ik hoop dat je actie gaat ondernemen om die goede koers te gaan varen. Ik wens je veel succes en ik hoop je terug te zien bij een volgende video. Tot dan!